Wat? Schoppers die lijken nou? Ze schoppen die lijken! Mensen, welkom bij Postal. You forgot one! Oké, mensen, ik heb die paycheck opgepakt bij Scissors. Het bedrijf waar ik ben gemaakt, zeg maar, waar mijn karakter is ontstaan. Politie is bijna weg, alleen maar goed nieuws. Ik zeg op naar de intro. Oké, people, let's go to work. Poesies leiden me de weg. Hallo, meneer de politie. Ik heb nou geen warrant meer, hè? Warrant, ik heb geen warrant. Ha! Nou kan je niet achter me aan. Maar lekker om zeep gaan helpen in dat spel, terwijl ik niks heb gedaan. Ik heb alleen maar een politieagent geschopt. En als dat al verboden is, dan weet ik het niet meer. Maar we gaan de paycheck. Holy crap. Oh! Holy crap, wat gebeurt hier dan? Dikke gunfight hier. Ik weet ook niet wie tegen wie. Of het nou de politie is tegen hun of... Nou, ik ga maar verder. We hebben in ieder geval de paycheck en we moeten naar de bank toe. Oké, want dan gaan we de cash check doen. Oké, ik moet uitkijken voor die mensen die protesteren tegen games. Die zullen af en toe rondlopen in de game. Heel fijn dat ik het weet. Vervelend. Kenaar, het is nog maar maandag en de hele game die draait op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Je hebt dus al die 5 dagen heb je missies. En wat nou het punt is, op zaterdag en zondag breekt de hel los, want dan komt er een zombievirus in Postal 2. En op zaterdag en zondag moet je ook dingen gaan doen met de uitbreidingspakket. En dat heet iets met Apocalypse Weekend, geloof ik aan mijn hoofd. En ja, dan is het gewoon keihard zombies killen en onthoofden met samurai zwaarden en zo. Het is ongelooflijk. Maar dat gaan we nu dit keer niet doen. Dag meneer politieagent. Hallo. Hoelala. Hallo mevrouw met de tattoo op uw linkertiet. Of rechtertiet, vanaf uw gezien dan. Maar voor mij was het links. Doe niet zo blij, makker. Want je bent een stakker en ik loop voor jou voorbij. Met je kont in je aardbei. Ik ga hier gewoon hier nog rechtdoor, want dan gaan we wel richting de bank. Want ik weet wat het probleem was. We hadden dus geen... Ben je happy? Oeh la la! Sorry jonge kijkers, jullie hadden niet moeten kijken. Als je toch hebt gekeken, helaas pindakaas. Maar ik ga hier naar richting de bank. Bank, Junkyard, Clinic en Factory. Anders gaan we gewoon opsplitsen. Jullie gaan naar de clinic en ik ga naar de bank. Nee hoor, ik schrak jullie niet zo gek in. Alhoewel, je kan er zo naar binnen, denk ik. Gewoon om iemand te bezoeken en niet om jezelf aan te geven. Dat kan natuurlijk ook. Kijk, daar hebben we weer die prachtige cakejes waar ik het vorige keer over had. Dat is echt zo'n satéprikketje. Dan kan je wat aan knagen, weet je nog? Vroeger. Smelt napalm. We make wheat removal easy. Oké. Wat ga je ook schieten? Oké, wil je ook wat? Hè? Je hoort niet erbij, maar je wilt erbij horen om mij te schieten. En ik hoor nog iemand schieten. Kom maar. Hè? Kom dan. Ik ga eens even kijken hier, want wat is hier zo binnen? Ik hou mijn pistool wel in aanslag. Een heel vies wc'tje. Holy shit! Kom nu maar even langs. Ik haal mijn wapen weg, want dat willen mensen niet zien. Ik hoop niet dat er een hele lange rij staat, net als vorige keer. En we gaan omdraaien. In 3, 2, 1. Weer! Rustig blijven, Vincent. Het is diezelfde vent weer als vorige keer. Hallo meneer. Wat er dus vorige keer gebeurde was echt ongelooflijk. Ik ging naar de bank, heel normaal. Op een gegeven moment schieten een paar mensen op me. Ja, ik moest gewoon gaan ingrijpen, weet je wel. Ja, dat moest gewoon. En als ik dat niet had gedaan, was ik gewoon dood, meneer. Hoort u dat? Ik was gewoon dood. Negeer me maar, hè? Hey. Shut up.
Echt hoor, ongelooflijk asociale politieagent in deze game. Ongelooflijk. Je mag best doorlopen. Oh, dat is zo grijn. Ik hoef niet eens te kijken. Please use Nexteller. Er is geen trekmachine om je cijfertje uit te halen. Ik kan nergens een lotje trekken. Camera's. Hallo. Oh, ik moet in mijn plek blijven staan. Anders gaan mensen voordringen, net als die vrouw vorige keer. Het is hier best wel druk, ja. Kijk, kijk, kijk. Ik ga lekker een beetje dichtbij hem staan, zo. Die vrouw daar, die wil zeker weten. Eventjes gaan ingrijpen. Het gaat best wel snel hier. Oké, die vrouw is... Oké, nou die mensen is allemaal goed. Ik hou iedereen in de gaten, hoor. Ik hou het gewoon puntje bij beetje in de gaten. Wat er gaat gebeuren om me heen. Ja, die mensen gaan daarheen. Die mensen staan heel nichtig met zijn handje aan te kijken. Die loopt echt als een nicht. Hebben ze denk ik expres gedaan. Ze lopen echt allemaal heel vrolijk, weet je wel. Alsof ze allemaal 100.000 euro krijgen als ze een beetje acteren in deze game. Ik ben ook heel erg benieuwd wat mijn paycheck is. Hoeveel geld ik moet ophalen bij de bank, weet je. Op een maandag heb je toch wel geld nodig voor de hele week. Dus ik denk dat je wel rond de 200 euro ligt. Of 200 dollar. Oké, nou komt de politieagent. I need to withdraw some money. And how much would you like to withdraw? Oh, how awful. 80 bucks. Alright. 80 euro. Kom je 80 euro bij de bank afstorten, hè? Of ophalen? Waarom kom je 80 euro bij een bank ophalen? Ga pak, neem een pasje. Ja, hallo. Hi there. Okay, let's update your account. And there you go. Thanks. Yes, ik heb het geld. We kunnen nu naar Mams. Mission accomplished with extreme prejudice. Time to head home. We gaan naar huis. We gaan heerlijk naar huisje toe. Oh, maar dan gaat het gebeuren. This is a stick up. Don't move and you won't get hurt. Zo handelen we hier zo. Zo handelen we dit. Ik heb in ieder geval wel, wat ik had gezegd, 200 euro. Echt heel toevallig. Ik heb echt gewoon nu precies 200 dollar. Ik had natuurlijk al meer dollar opgepakt. Dus het is natuurlijk niet precies 200 wat ik kreeg. Maar in ieder geval, het is nou toevallig 200 dollar. En ik heb de politie geholpen. En dan krijg je natuurlijk ook de politie op je dak als je de politie helpt. Want je mag je nooit bemoeien met een... gevechtje. Maar ja, ik had geen keus. Ik wou niet als gijzelaar vastkomen te zitten in de bank. We gaan naar de caravan en dan gaan we naar dinsdag toe. Yeah, apparently I'm on sabbatical or something. Well, good. Maybe you can get a few more things done for me. I'm gonna do a few things to you. What was that? Nothing, dear. Enjoy your milk. Enjoy your milk. Tuesday. Dat betekent dinsdag. Hoor ik een hondje? Is het Chomp? It's been a while since I've confessed. Hope I can remember everything. We moeten naar de kerk toe, bij de church. Ja, ja, dacht ik al. Oh yeah, I gotta get that petition signed. Good thing I'm a people person. Ik moet een handtekening gaan vragen. Do that anywhere. Stupid library book, bitch can't even read. Now where is that? Wat hij ook zegt, hè? Ik moet naar de bibliotheek en ik moet nog wat doen. Cat Carrie's autograph. Let's see. Ah. I guess this crap ain't gonna get done by itself. Oké, ik moet een boek halen, ik moet naar de kerk en ik moet naar het winkelcentrum. Oké, petition. Ik heb ook echt een petition blok in mijn hand. I wonder if he'll say that Willis thing. Maybe I'll ask. I bet he likes that. Would you please sign my petition? Oh, ik moet petitions. Ik moet mensen vragen of ze mijn petition willen tekenen. What the fuck is dit? Even, mensen, ik vind het knap. Er komt een fanfare voorbij. En ik hoor keiharde drums. En ze lopen alleen maar met trompetjes. Hallo, wil je mijn petition tekenen, meneer? Meneer? Ik hou die rij op. Wacht even, ik hou hem op, ja? Ding!
gaatje bent en jij moet nu achterlopen. Niks te klagen, niks te vragen, ik blijf hier je vragen stellen. Dus antwoord mijn petition maar snel. Dus kijk me niet zo aan met die gepenmel van jou. En ik knal je oren uit je mond en uit je ogen neus. Ik steek een hooivork dwars in je reet. Een dikke spleet uit je reet, hij barst zo uit je reet. Deze vrouwen willen vast mijn petition tekenen. Ze tekent! Thanks! Oké, super, ze heeft getekend voor mijn petition. Ik heb meer mensen nodig. Hallo meneer. Would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. You gotta be fucking kidding. Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Okay, I guess that sounds pretty good. Yeah, zie je hem gewoon dringen en dan gaan mensen tekenen. Niet van, fuck jou, ik ga je niet tekenen. Gewoon door blijven vragen van, hey asshole, you gonna draw this petition for me? Would you please sign my petition? Een leuk vrouwtje. Sorry. Shit. Wat, sorry? Petition, damn it. Okay, I guess that sounds pretty good. Thanks. Is dat een politieagent? Nee, ik wil een politieagent vragen. Die gaat het sowieso doen. Sign my petition? I'm sorry. You gotta be... Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Okay, I guess that sounds pretty good. Goed zo, zo doen we dat. Zo doen we dat. Would you please sign my petition? No way, you freaking pinko. Shit. Idiot. Sign my petition, damn it. Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Hey, watch it. What the fuck? Did you vent it? Hi there. Would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. You sign my petition, damn it. No way, you freaking pinko. Shit. Dankjewel voor je wapen. Zie je, zie ik een psychopaat? Ik wist wel wat hij uit zijn schild voerde. Moet je kijken, man. Mensen liggen gewoon te creperen hier. Sorry van varen, maar die muziek was gewoon echt verschrikkelijk om aan te horen. En dit krijg je ervan als je verschrikkelijke muziek maakt. Would you please sign my petition? It's like the apocalypse. Okay, I guess that sounds pretty good. Thanks. Jij begrijpt het, makker. De politie. Hi there, would you like to sign my petition? What the fuck? Ik vraag om een handtekening en hij richt zijn wapen op me. Oké, ik ga de politie niet meer vragen. De politie is het echt duidelijk gewoon agressief en niet eerlijk in de game. Hé, hey, dat is de meneer van de fanfare. I'm sorry. You can look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. I'm sorry. Shit. Wat? Teken mijn petition, jongen! Ik zeg het je! Ik heb naar jouw muziek geluisterd. Surviving family members. Nog een keer. Hi there. Would you like to sign my petition? Leave me alone. Oké. Zie je dat, meneer politieagent? Ik ga het nog één keer proberen. Would you please sign my petition? No way, you freaking pinko. You gotta be fucking kidding. Ik heb nog twee handtekeningen nodig. Ik hoop dat ik dit ga redden, mensen. Want dit is nog serieus nog harder dan ik had verwacht. Gewoon om handtekening vragen. Wil je mijn goal? Hi there. Would you like to sign my petition? No way, you freaking pinko. Shit. Politieagent. Please sign my petition. No way. Kom op, ik heb nog twee handtekeningen nodig. Ah, ik ben de fik. Hi there. Would you like to sign my petition? Ow. Holy shit, ik sta in de fik. Ik moet uitgeblust worden. Ik moet uitgeblust worden. Oké, ik heb meer mensen in de fik gebracht. Wilt hij het nou doen? Would you please sign my petition? Okay, I guess that sounds pretty good. Zie het? Gewoon aardig blijven en normaal doen. Ik heb nog één handtekening nodig. Gaan we het redden? Ik ga die politieagent niet meer vragen. Die mevrouw daar, die wil mij vast helpen om te tekenen. Would you like to sign my petition? I'm sorry. Sign my petition, damn it. No way, you freaking. Wat? Ga met petition tekenen. Idiot? Sign this petition or I'll follow you home and kill your dog. Are you gonna sign this or will it be your surviving family members? Oké,
mensen, dit is echt serieus hard dan ik had verwacht, maar het is echt lastig om gewoon handtekening te krijgen in de game. Die, dat wordt de laatste, echt serieus. Cactus, ik ga die cactus vragen. Hi there, would you like to sign my petition? No way, you pinko. Shit. Would you please sign my petition? No way, you freaking pinko. Ga tekenen! Kidding. Ik heb één nodig! Stupid petition. Eén! I've got stuff to do. Okay, I guess that sounds pretty good. Yes! Ik heb alle handtekeningen. Done. Oké, okay, mooi zo. Ik wil nou... Oh! Wapen gaat weg. Belangrijk. Ik ga naar de bibliotheek om dat boek te halen. Ik loop dan helemaal de verkeerde kant op, ik weet het. Dus we moeten die kant op. In deze open wereld en library. Moeten we naar links of naar rechts? Ik denk gewoon rechtdoor. Kunnen we gewoon rechtdoor? Ik denk dat je twee kanten op kan. Oké, okay, cool. We zitten in je stukje. We moeten hier naar voren. Hey kids, your parents are going to die. Make sure they prepare with the police from Fee of America. Ik denk dat hier de library is. Public Library. Jos R. McCarthy. The whole story, mess of twisted warped thinkers will be swept from the national scene. Oké, dat ziet er wel heel mooi uit dit hoor, deze bibliotheek. Ik stel voor dat we gewoon afsluiten en dat we de volgende keer verder kijken naar Postal 2, mensen. En dan gaan we kijken of we die handtekening kunnen krijgen hier in deze bibliotheek. Lottish!